vandaag om nog eens een vlog te loggen. Wil je nog een vlog maken? Wil je nog eens vloggen? Je lijkt me nog eens spontaan meisje. Doe nog eens een vlog en zo. Dus ik ga nog eens een dagje vloggen vandaag. Het is eigenlijk al middag, maar ja, kom. Maar ik ga nog veel doen vandaag. Ik ga nu mijn kamer een beetje opruimen. En je denkt misschien, dat is toch niet rommelig? Maar ik heb net examens gehad, dus ik ga zo al mijn, mijn zak van examens uitladen. Mijn boekentest terug in orde maken, want ik heb morgen nog school. En ja, zo van die dingen ga ik dus doen. En straks komt Michelle. Michelle is een meisje die ik ken van bij mij op school. En we gaan samen een video opnemen. Zij heeft ook een YouTube kanaal, Live with Michelle. Maar die video zal al online staan als deze vlog online komt. Nu, we gaan de Not My Arms Challenge doen. De link zal in de beschrijving staan, maar die staat dus al online als jullie deze vlog zien. En ja, dat wordt echt heel erg leuk, denk ik. Ik ga nu mijn kamer een beetje opruimen. Al mijn boeken te gooien doen en zo. En ja, tot straks. Ik weet niet dat jullie het zien op het raam, maar ja, er zijn allemaal druppels. Het is eigenlijk super hard aan het regenen. Eigenlijk al hele nacht, hele ochtend, hele vanmiddag, altijd gewoon. En deze nacht is ook trouwens het uur veranderd. Dus het is nu zomeruur, dus heb ik vandaag eigenlijk, moest ik een uur vroeger opstaan, zogezegd. Maar ja, ik heb gewoon uitgeslapen. Zo. Dat is altijd maar een nadeel, want dan heb je zo, zeker deze avond, dan is het al 11 uur, maar bijvoorbeeld je gaat slapen om 10 uur, maar in je ritme is het nog 9 uur. En dat is ja, een beetje vreselijk aan mijn tand. Maar ja, dat gewoon even terzijde. Kijk mensen, ik had, mijn papa was nog eens een keertje naar Amerika geweest en hij had gezegd, als je iets moet hebben van Amerika, dan zeg je het maar. En ik zei oké, dus had ik dat aan mijn klasgenoten gevraagd, omdat die al lang vroegen om een EOS te. Ja, die vroegen al lang dat ze een EOS kregen, een paar mensen van mijn klas. Dus heb ik dat gedaan. En er zijn zoveel zijn er voor mijn klasgenoten. Eigenlijk zijn er nog twee bij, want één meisje heeft dat al. En ik heb er dan ook nog twee. Deze, de Medicated Tangerine en de Visibly Soft Coconut Milk. Deze heb ik ook nog nieuw, dus nu heb ik er in totaal 10. Maar ja, ik heb dus voor mijn klas 12 EOS'en bij. En, of nee, 10 EOS bij. En ik ga die nu morgen mee naar school nemen. En ja. Zo mensen. Oké, het is nu 12:15. Het is nog altijd aan het regenen. En ja, ik heb mijn kamer helemaal gedaan. Ik moet sowieso nog, ja, je kunt dat wel dat wegdoen. Maar dat moet zo, hè, mee naar beneden. En we gaan bijna eten. En dan om 3 uur komt Michelle. En ja, we hebben zo een soort, ja, wij noemen dat turnzaal, maar dat is eigenlijk maar heel klein zo. En daar hebben we dus één sportraam staan. En we hebben ook zo'n Zweedse bank. En ja, we hebben dat nu tegen het sportraam gezet. En mijn broertje wil daarop. Ja, en Harry gaat daar nu afglijden. Doe maar. Maar ligt, ja. Glijd er maar af, ga er langs hier op kleden. Ja, het is een beetje rommelig, want mijn oma gaat ook verhuizen. En ja. Ja, wij ook, ja. Ga glijden, hè. Anders doe ik het. Ja, doe maar. Oké, mensen, het is nu 3:45 en ik ben hier. Dat is dus Michelle. En ja, de video's die wij hebben opgenomen, die staan al online als jullie deze video zien. Deze vlog, hè? Ja. We gaan nu de telefoontag doen, dus eigenlijk zo'n prank call. We hebben woorden opgeschreven, die moeten we dan eruit trekken en die moeten we dan zeggen tegen die mensen, zeg maar. En ja, tot straks. Oh nee, het is nu 4:15 en Michelle moet bijna vertrekken. We hebben juist nog een challenge opgenomen. We hebben dus niet de telefoontag opgenomen, want niemand pikte op. En dan hebben we maar de 7-second challenge opgenomen. Dat is ook heel erg leuk, hè? Mm-hmm. Wil je ook eens vloggen? Oefen je vlogervaring. Wat moet ik doen? Vlog.
Vertel wat. Ik ben bij Floor thuis. En Floor is haar camera aan het opruimen. We hebben een beetje rommel gemaakt door onze video's op te nemen. Maar het is wel super leuk. Ik moet echt nog eens doen. Ja? Ja. Die scheef houden! Je moet het zo houden. Ah, zo. 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 Oké, ik ga dus nu een beetje verder mijn kamertje opruimen. Ja. Oké, Michelle is nu terug naar huis. We gaan bijna eten. Het is nu iets aan 5:40 of zo. Of al 6:00, ik weet niet goed. Ik zit er nu even in, zo dat turnzaal-achtig ding. Want thuis was het even te druk. En ja, het was heel leuk met Michelle. We zullen waarschijnlijk nog wel zo'n soort dingen eens doen. En ja, ik ga mijn vlog hierbij afsluiten. Hopelijk vond je deze vlog leuk. Willen jullie meer van deze vlog? Stuur dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren en te reageren. En dan zie ik jullie hopelijk binnenkort weer. Dag!